veel meer jongens dan meisjes krijgen de diagnose autisme. Hoe komt dat? Kunnen meisjes misschien beter camoufleren? En krijgen ze daarom minder de diagnose autisme? Nou, daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben. En we hebben twee interessante gasten. En ik stel ze graag aan je voor. Dat is allereerst Kirsten Dreeves-Lord. Wat doe je precies? Ik ben onderzoeker. Dus ik doe onderzoek naar autisme. En ik werk bij het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en bij Julius. Ja. Even over die verhouding jongens-meisjes. Hoe zit dat precies? Nou, het interessante is dat als je kijkt naar kinderen die naar de GGZ in het algemeen worden verwezen, dat ongeveer 2 op de 1 jongens, hè? Dus 2 op elk meisje 2 jongens worden verwezen. Ja. Als je dan kijkt naar de kinderen die ook echt vermoeden hebben van autisme, dan is dat al 2,6 jongens op maar 1 meisje. En als je dan kijkt naar de diagnose is het zelfs 3,4. 3,7, dus bijna 4. 1 op de 4. Ja, dus daar lijkt alsof meisjes die eerst wel verwezen worden toch niet een diagnose krijgen. Ja. Dat heeft jou geprikkeld ook om dat te onderzoeken. Ja. Nou, daar gaan we het vanavond meer over horen. Ik wil graag even mijn tweede gast introduceren, Evelien Seurissen, trainer bij Julius. Ja, dat klopt. Maar ook moeder van een dochter van 16 met autisme. Ja. Hoe snel heb jij dat herkend of gezien? Nou ja, in eerste instantie werd er gedacht aan ADD, want een dromerig meisje wat volgens de juffrouw veel slimmer was dan wat ze liet zien aan de resultaten. En dat vonden wij in eerste instantie ook een hele plausibele reden. Maar uiteindelijk, hoe complexer dat sociale werd, hoe meer moeite ze eigenlijk kreeg. En toen werd ik wel een beetje voor gek verklaard in eerste instantie, want ja, je weet veel over autisme, dus je ziet misschien dingen die er niet zijn. Maar toen ik aan haar vroeg, zomaar een voorbeeld, of ze olijfolie in de pan wilde doen en ze zette de hele fles in de pan, toen dacht ik, nou, jullie kunnen me nog meer vertellen. Dit signaal is duidelijk. Is er toch wel wat anders aan de hand. Ja. Ja. Oké, ik ga er graag meer van horen straks. We hebben ook een video-interview gedraaid met Lidwine de Jong. Ze is 21 jaar. Ze heeft autisme en ze heeft ook onlangs meegedaan aan de Miss Beauty-verkiezing in Gelderland. En daar haalde ze de finale, dus ze kan zichzelf heel goed presenteren. Dit is Lidwine de Jong. Ze is 21 jaar en woont zelfstandig. Ze heeft autisme. 1 keer per week komt er een begeleider langs voor ondersteuning. Ze is onlangs gestart met een opleiding dierverzorging. Lidwine deed nog niet zo lang geleden mee aan de verkiezing van Miss Beauty Gelderland. Een mooi meisje dus, dat zich goed kan presenteren. Ze haalde dan ook de finale. Op de lagere school leek er nog niets aan de hand. Lidwine behoorde zelfs tot de populaire meisjes, zo kijkt ze terug. Ik was niet per se echt een meisjesmeisje. Ik ging altijd veel met de jongens ook om uit de klas en eigenlijk met iedereen. En ik was wel echt positief ingesteld ook over alles. En ik denk dat ik daardoor ook wel wat populairder was. Ik kon het in ieder geval altijd goed vinden met mijn klasgenoten. Op de middelbare school ging het mis. Ze werd gepest en voelde zich niet verbonden met andere leerlingen. Ik voelde me zo alleen, altijd. Ik voelde me buitengesloten, alsof ik er niet bij hoorde. En dat heeft iedereen wel in zijn puberteit, denk ik. Alleen, het was alsof wat ik ook deed, dat het gewoon niet kon. Alsof zij allemaal katten waren en ik was de enige hond. Het paste gewoon niet. En ik begreep maar niet waarom. Lidwine worstelde steeds meer met zichzelf. Ze voelde dat ze anders was, maar ze begreep niet waarom. Ben je zelf? Ja, ik had echt het idee dat ik gewoon een soort alien was of zo. Alsof ik niet van deze wereld kwam, alsof ik echt zwaar gehandicapt was. Alsof er echt heel veel alles met mij mis was. En dat is zo onprettig om je zo te voelen. Dan voel je je zo gedistanceerd van de wereld. En ja, daardoor ben ik ook echt heel depressief geweest. Lidwine werd suïcidaal en werd vervolgens opgenomen. In de instelling werd gezocht naar een mogelijke oorzaak voor haar klachten. En toen hebben ze bij mij onderzocht wat dan eigenlijk de aanleiding daarvoor was. En toen dachten ze eerst dat het borderline was in combinatie met PTSD of PTSS. En ja, daar kon ik me niet echt in vinden. Ik wist ook niet precies hoe ze daarbij kwamen. Dus toen zijn we samen, samen met de begeleiders daar op onderzoek uitgegaan van, ja, wat is het dan? En toen ben ik bij het Autisme Kenniscentrum terechtgekomen. En daar hebben ze mij verteld dat ik dus inderdaad autisme heb.
en wat dat precies inhoudt. Voor mij was het echt opluchting. Het was echt een opluchting. Ik was zo blij dat er eindelijk iets was waar ik me aan kon vasthouden. Dat het niet alleen maar was dat ik gewoon raar was. Er was echt iets wat bij mij anders in elkaar zat dan bij anderen. En dat was zo'n opluchting. Ja, dat was Lidwine. Herkenbaar? Het is heel herkenbaar. Met jouw dochter ook bijvoorbeeld? Ja, die wil ook dat elk haartje perfect zit. Want ze spiegelt zich vooral aan de hele populaire kinderen op school. En zo wil zij er dan ook uitzien. Maar dan gaat ze daar zo ver in dat ze daar heel veel tijd mee kwijt is. Waardoor andere dingen niet zo goed meer lukken. Ja. 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 Hoe kijk jij naar dit fragment? Nou, ik vind het vooral opmerkelijk. Wat herkenbaar is uit de resultaten uit het onderzoek is dat ze vertelt hoe depressief is geweest, omdat ze zich zo eenzaam voelde. En ook in ons onderzoek bleek eigenlijk dat meisjes met de diagnose autisme veel bijkomende emotionele problemen hadden. Zij zei ook dat ze een andere diagnose had gehad in eerste instantie. Ja. Borderline. Ja. Herken je dat ook? Komt dat veel voor dat er foute diagnoses, andere diagnoses worden gesteld? Nou, dat hoor ik heel veel in de praktijk. In ons onderzoek was dat moeilijk na te gaan en waren de kinderen natuurlijk ook iets jonger nog. Maar dat hoor ik zeker heel veel in de praktijk. En dat vrouwen dus op latere leeftijd pas een diagnose krijgen na een lange speurtocht. Ja. Ik wil even graag naar jouw onderzoek. Hè? Want ja, je zocht naar mogelijke verklaringen. Hè? Ja, dus wat we net al zeiden is dat in heel veel onderzoek eigenlijk altijd zo is dat heel veel jongens zitten en maar een paar meiden met autisme. Terwijl het toch verrassend is, want ja, eigenlijk ook depressie komt heel veel bij vrouwen voor, dus waarom niet autisme ook? En waarom we wilden vooral ook weten wat het nou het verschil maakte tussen meisjes met de diagnose en zonder de diagnose, zodat we beter konden verklaren waarom zij dan de diagnose wel krijgen en bij sommige meisjes ja, ofwel de diagnose gemist wordt of er ook gewoon echt geen sprake is van autisme. Mm-hmm. En dat deden we dan weer door ze te vergelijken door jongens met of zonder autisme. Mm. En wat viel dan op bijvoorbeeld? Nou, vooral dus wat ik zelf het meest te relateren vind aan dit fragment is dat de meisjes die wel de diagnose autisme kregen, dus die hele hoge emotionele en gedragsproblemen hadden, terwijl de meisjes zonder autisme dat niet hadden. En ook de jongens met autisme hadden minder die bijkomende emotionele en gedragsproblemen. Waardoor ja, voor mij de verklaring ligt in, wellicht is die diagnose pas wat laat gesteld en pas op het moment dat de problemen zo oplopen, ja. Ja, dan gaan men zoeken. Ja, dan is het leed eigenlijk al geschied natuurlijk, dus is de diagnose laat gesteld. Ja. In je onderzoek heb je ook proberen te achterhalen of er misschien sprake was van een soort male bias, hè? Een mannelijke manier van kijken naar autisme. Dat het respect zit in de diagnostiek, in de manier waarop we het verwoorden, in de behandelingen. Ja, in het onderzoek zelf hebben wij gebruik gemaakt van de gangbare instrumenten om autisme vast te stellen. Maar dat zijn instrumenten die allemaal ontwikkeld zijn in het onderzoek waar juist heel veel mannen altijd in hebben deelgenomen. Daar is het wel bij ons ook mee vastgesteld. We hebben niet nieuwe instrumenten onderzocht. Maar wat heel erg in dat soort instrumenten opvalt, is dat bijvoorbeeld als je vraagt naar stereotype interesses of hele intense interesses, dan worden daar voorbeelden bij gegeven die heel erg passend zijn bij jongetjes. En standaard voorbeelden zijn dan treinen of computers. Ervaren klinicus kan voor zichzelf natuurlijk ook wel verzinnen dat er voor meisjes misschien wel hele andere dingen spelen. Ja. Maar daarvoor moet je dus wel zelf een stapje verder nadenken, terwijl het instrument dat niet aanreikt. Ja. Want je zou natuurlijk ook zo'n instrument heel makkelijk kunnen aanpassen door vragen te stellen. Ja. Denk aan interesses als paarden of soaps of ik zeg maar wat. Ja. Ik heb daar overigens zo'n dia over. Ik wil daar even naartoe dan. Dan kijken we even naar die specifieke interesses jongens versus meisjes. Ja. Je hebt het op een aantal gebieden ook uitgesplitst. Je kan even meekijken. Ja, we zien het ook achter in beeld. Maar hier zie je ook het verschillen tussen jongens en meisjes. Hè. Bij bijvoorbeeld dieren zie je een duidelijk een meisjes een voorkeur hebben voor dat soort belangstellingen, zou ik maar zeggen. Hoe is dat bij jouw dochter trouwens? Als je haar naar haar vraagt, vertel eens wat vind je leuk, dan geeft ze eigenlijk hele normale voorbeelden.
En gaat het veel meer over de intensiviteit waar ze daarmee mee omgaat. Bijvoorbeeld is dat je heel erg gefascineerd geweest op de Hunger Games. Nou ja, dat is toch iets wat alle pubers heel erg leuk vinden. Alleen als je alle ins en outs kent en je kan het eigenlijk slecht verdragen dat je een actrice in een andere film een hele andere rol ziet hebben. Ja, dan gaan dingen natuurlijk enorm opvallen. Dat zou dan weer eens een soort rode vlag zijn, bij wijze van spreken. Ja. 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 Maar eigenlijk zeg je van, nou ja, het is niet raar als meisjes dit soort specifieke interesses hebben. Dans, muziek, je noemt Hunger Games, noem het allemaal maar op. En dat we dat bij jongens al sneller als een soort rode vlag zien. Of als zij belangstelling hebben voor autootjes of voor dat soort zaken. Ja, het gaat dus meer om het type interesse. Hè, dat wij vaak jongens soms ook een beetje bizarre interesses kunnen hebben, terwijl meisjes wel een soort sociaal wenselijke interesses hebben. Okay, ja. Of ook sociaal geaard. Ja. Zoals dieren, daar kun je fijn mee knuffelen. En dat soort dingen, er zit een wat affectievere kant aan. Dus het zijn eigenlijk de typische man-vrouw verschillen. Alleen wat er dan bij meisjes met autisme is, dus die intensiteit die Evelien ook beschrijft. Ja, ja. Even nog naar deze dia, de repetitieve stereotype gedragingen en interesses. De verschillen tussen jongens en meisjes. Misschien kan je dat nog toelichten. Je ziet, en dan is vooral de autismegroep, dus de ASD-groep, zie je dat meisjes daar ietsjes lager op scoren dan jongens. Terwijl in de niet-autismegroep meisjes daar juist hoger op scoren dan jongens. Ja. En dit tweede domein, dat in de autisme-diagnostiek zeker sinds de invoering van DSM-5 belangrijker en doorslaggevender is geweest in de diagnostiek. Je ziet dus dat meisjes daar net iets minder hoog op scoren dan jongens. Ja. Wat kan maken dat jongens dan ook dus wat eerder de diagnose krijgen, omdat dat heel kenmerkend is voor autisme. Ja. En meisjes hebben dat dus net wat minder hoge mate, ja. Waardoor er dus getwijfeld kan worden aan, is de diagnose wel op zijn plek? Ja. Even naar jouw praktijk als trainer, hè? Zie je dat ook terug bij de jongeren die jij zeg maar traint, jongens en meisjes, die verschillen? Nou ja, sowieso zijn de meisjes vaak ook wel wat ouder als ze bij ons in behandeling komen. En het contact is vaak gewoon wat anders. Jongens die komen meer gewoon met een soort van pragmatische vraag, help me daarmee en dan ga je helpen. Terwijl meisjes ook veel meer op de relatie het gewoon goed willen hebben met je. Ja. En het ook door mij geaccepteerd worden dan heel belangrijk is. Nou ja, dat gevoel wil ik ze dan natuurlijk ook meteen geven. Ja. Want een relatie hebben met je, met degene die je traint, is gewoon heel belangrijk voor het succes. Ja. Ik wil graag naar het tweede fragment met Litwine. Nog steeds vertelt ze over haar autisme en in dit tweede fragment probeert ze samen te vatten wat het autisme voor haar betekent. Mijn autisme samengevat, dat is dat uitzicht vooral in het ervaren van veel stress tijdens sociale situaties. Ik weet natuurlijk niet hoe het voor anderen is, maar wat ik denk en wat mij verteld is, denk ik dat het voor mij zeg maar nog 4 keer zo ingewikkeld is om bijvoorbeeld met mensen een klein gesprekje te hebben, small talk, als dat het voor andere mensen is. Ik begrijp niet zo goed waarom mensen dat soort gesprekjes zouden willen hebben. Het is zo oppervlakkig. En terwijl de meeste mensen die vinden dat heerlijk om af en toe een beetje te praten over koetjes en kalfjes. Maar ja, ik begrijp dat gewoon niet. Als ik niet bij mensen in de buurt hoef te zijn, dan vind ik het heerlijk om naar buiten te gaan. Maar zodra het een sociaal event betreft, vind ik het toch wel pittig. Plannen en organiseren, dat is echt een van de allermoeilijkste dingen. Ik wil heel graag heel veel dingen, alleen ik ben ook heel vergeetachtig. En als mensen me niet helpen met wat ik precies moet doen als ik een afspraak heb gemaakt, wat ik dan van tevoren moet doen of waar ik dan aan moet denken, dan vergeet ik het gewoon. En dan op het moment zelf, dan ben ik dus iets vergeten. En dan ben ik zo bang dat iemand boos op mij gaat worden of me afwijst. Dat ik dan mensen ga ontlopen bijvoorbeeld. En dat komt heel vervelend over op andere mensen. En dat weet ik ook, maar dat is een van de dingen waar ik echt wel moeite mee heb. Hey, maar school betekent ook plannen en organiseren. School betekent zeker plannen en organiseren. Maar dat, ik moet nog zien hoe dat gaat lopen. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Aangezien ik ook echt veel ondersteuning krijg vanuit school. En vanaf mijn
persoonlijke begeleider. Die helpt me ook echt heel erg met de planning. En dat is gewoon prioriteit nummer 1 op dit moment in mijn school. Ja, Lidwine, ze vertelde dan dat ze ook erg veel last had van die sociale stress bij die misverkiezing. Iedere keer werd ze opgeroepen om mee te doen aan een training of een ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid, catwalk lopen bijvoorbeeld. Dat wilden ze heel graag leren, maar die sociale stress vond ze vreselijk. Ja, even over die sociale stress. Hoe zit dat bij jouw dochter? Ja, als het allemaal duidelijk is, dan gaat het eigenlijk vrij goed. Maar zodra het ingewikkelder wordt, dan ervaart zij die ook heel erg. En ze wil ongelooflijk graag gewoon geaccepteerd worden door iedereen. Maar omdat het zo ingewikkeld is, kan ze dan nog wel eens gesprekken niet goed volgen en ja, precies iets onhandigs zeggen. En dat is vooral als je puber bent op een reguliere middelbare school. Ja, dat is voor treiterijen. Mm. En dat is echt heel naar om dat te zien. En dat merk je ook wel bij de jongeren in de praktijk? Ja. Is dat een ding? Ja, dat is zeker een ding. En daardoor is het maken en houden van vrienden ook gewoon echt lastig. En dat is dus ook een hulpvraag die wij heel vaak horen. Maar nog even om het af te bakenen, iedereen ervaart toch wel in meer of mindere mate wel eens sociale stress. Ja. In welke situatie dan ook, hè? Bij events of verjaardagen of hoe dan ook. Wanneer is het dan een probleem of wanneer is het zo groot als probleem dat je het aan autisme kan koppelen? Nou, of je wordt sociaal buitengesloten en dan, dat is natuurlijk gewoon voor iedereen een ramp. Of het lukt je wel om je staande te houden op school, maar je komt thuis en dan ben je zo moe, zo overprikkeld. Dat je eigenlijk niks meer anders meer kan dan of je helemaal richten op je preo bijvoorbeeld. Of in bed te gaan liggen met de dekens over je heen en te denken, het was even genoeg voor vandaag. Ja. En dan spreek je natuurlijk wel van een probleem. Wat valt jou op in het verhaal van Lidwine? Nou, het fragment waar ze zegt dat ze zo moeite heeft met small talk. Dus eigenlijk de oppervlakkige gesprekjes die de meeste mensen blijkbaar leuk vinden met elkaar. Daarvan geeft zij eigenlijk aan van, nou, ik snap dat gewoon niet. Waarom zou je dat überhaupt interessant vinden? Mm-hmm. In die interventies bijvoorbeeld die wij ook onderzoeken naar het maken en behouden van vrienden, leren we ze ook conversatievaardigheden aan en leren we ze dus ook het officiële nut van dat soort vaardigheden. Want ik denk dat iedereen het wel herkent dat je het misschien eigenlijk best leuker vindt om wat dieper op een gesprek in te gaan. Maar dat het gangbaarder is om wat pas wat persoonlijker te worden. Ja. Maar is daar dan ook een verschil tussen jongens en meisjes? In die behoefte. Bij die sociale stress. Het ervaren van sociale stress. Of is dat eigenlijk bij beide groepen gelijk? Ik zie er wel een verschil in die zin dat meisjes vaak veel gemotiveerder zijn om die sociale relatie aan te gaan. En daardoor leggen ze de lat enorm hoog voor zichzelf. En daar zie je dan heel veel stress. Terwijl jongens misschien wat minder die behoefte hebben. En daarmee wil ik echt helemaal voorkomen om iedereen over één kant te scheren. Maar je ziet gewoon wel een verschil in motivatie. En dat maakt wel dat meisjes veel meer hun best doen om dat voor elkaar te krijgen en dus ook meer stress ervaren. Ja, kijk, het standaard beeld wat soms van autisme heerst is dat mensen met autisme geen behoefte hebben aan sociale contacten. Nou, gelukkig is dat beeld ook al wel meer genuanceerd. Maar bij die meisjes met autisme zie je dus juist dat ze heel erg graag willen. Dus dat die motivatie heel hoog is. Ja, als je iets zo graag wil, dan wordt het natuurlijk ook spannender om te zien of dat wel gaat lukken. Ja. We gaan even naar dat plannen en organiseren, want het was ook een aspect wat voorbij kwam in het verhaal van Lidwine. Herkenbaar ook? Ja, dat is echt enorm herkenbaar. Wat ik net vertelde over dat elk haartje moet goed zitten. En dat maak je dan zo belangrijk en het kost zoveel tijd dat je eigenlijk de dingen die je nodig hebt, zoals een pinpas of een bos sleutels, die vergeet je dan met alle stressfactoren van dien. Ja, in ons onderzoek hebben we dat helaas niet onderzocht. Zover ging het niet. Jij wees mij net op een hele mooie recente studie die dat wel heeft gedaan. Want het onderzoek naar dit onderwerp groeit op dit moment echt enorm. Dus het is mooi om te zien dat daar steeds meer aandacht naar is. Ook even toelichten dan. Want het was een onderzoek in een Amerikaanse magazine. En dat kwam tot de conclusie dat zo'n plannen en organiseren, dat bij meisjes veel meer een probleem is dan bij jongens. In het dagelijks organiseren van alle activiteiten en het bijhouden van je agenda. Precies, het is dus mooi dat dat onderzoek eigenlijk weer doorbouwt op het onderzoek wat wij deden. Ja.
En dit geeft natuurlijk ook hele mooie ingangen voor behandeling. Ja. Hè, op dit moment zijn eigenlijk behandelmodules voor autisme gewoon voor jongens en meisjes. Terwijl je ook kan bedenken van nou, die lessen zijn misschien nog belangrijker voor de jongens en deze nog belangrijker voor de meisjes. Dus laten we hier zoveel sessies aan besteden en hier zoveel sessies. Ja. Nou ja, en hier blijkt dus uit dat het voor meiden, juist dat plannen en organiseren, wel eens wat meer aandacht zou kunnen vergen. Kunnen meisjes beter camoufleren? Belangrijke vraag. Is dat dan wellicht aan de hand? Ja, of ze het kunnen, maar ook daar is dus die motivatie om sociaal goed in de groep te liggen zo hoog dat ze hun best zullen doen om goed over te komen. Althans, ook dat hebben wij natuurlijk niet concreet onderzocht, maar dat is wel een verklaring voor waarom die emotionele en gedragsproblemen mogelijk zo spelen. Ja. Op het moment dat jij eigenlijk het sociale verkeer best wel heel erg ingewikkeld vindt, maar toch enorm je best loopt te doen om zo sociaal wenselijk mogelijk over te komen en goed in de smaak te vallen, wat Evelien ook al zei, dan kan je misschien het gedrag van andere mensen imiteren en kopiëren en dingen die je ziet die populaire meisjes doen, dat je denkt, oh, dan ga ik ook zo doen. Dan kan je natuurlijk heel erg in de smaak vallen. Ja. En daardoor denken ook mensen, nou, niks aan de hand met dat meisje. Maar ja, vervolgens kom je thuis, ben je eigenlijk doodmoe omdat je je eigenlijk niet gedragen hebt zoals je natuurlijk zou gedragen. Ja, en als je zo moe bent, dan word je natuurlijk ook eerder prikkelbaar of wat emotioneler. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn voor die problemen. Ja, ik heb even een aantal zaken uit jullie onderzoek in een dia verwerkt. Misschien kan je er ook even op reageren. Nou, wat ik interessant vond aan die leerkrachtenrapportages, want juist als autisme zo moeilijk te herkennen is bij meisjes, dan zou je denken, nou, als we nou meerdere mensen om informatie gebruiken, wie weet kunnen we dan juist iets hebben aan die informatie van leerkrachten. Maar uit die leerkrachtenrapportages bleken eigenlijk juist nog minder verschillen tussen meisjes met en zonder autisme. En nou ja, daar zoeken we dus ook weer die camouflageverklaring. Dat misschien dat ze zich juist op school nog goed weten te gedragen. Daar is het ook vrij gestructureerd. Daar weten ze misschien wat van ze verwacht wordt. Waardoor het juist voor de leerkrachten niet zo in het oog springt. Ja. We gaan even naar die tweede. Vaak betrokken bij activiteiten met andere kinderen, maar aan de rand. Ja, dat is ook wel herkenbaar, denk ik. Ja, dat was vooral ook iets wat heeft eerder... Het gaat ook wel voor jongens, denk ik, toch? Of niet? Ja, dus het gaat natuurlijk ook om van ben jij de grote gangmaker? Of ben je iemand die meer van een afstandje erbij staat en nou ja, wel probeert er een beetje bij te horen, maar net niet de hoofdmoot daarin hebt? Kijk, ik pik er nog even een paar uit. Beter non-verbaal gedrag? Meisjes hebben misschien over het algemeen wel een wat expressievere gezichtsmimiek. Nou, ik zit hier zelf ook al de hele tijd te gebaren. Dat is toch iets waar vrouwen over het algemeen de neiging toe hebben. Dus meisjes met autisme misschien ook net iets meer. Terwijl in de diagnostiek zijn dat juist dingen waar je op let. En dus hier zie je ook op die sheet de ADLS. Dat is een instrument waarmee we observeren hoe kinderen zich gedragen. En aan de hand daarvan stel je voor vast of er al dan niet sprake is van autisme. Of in ieder geval in hoeverre bepaalde symptomen zich uit of niet. Nou, je let dan dus ook op of meisjes gebaren of niet, maar ook bij jongens. En ja, als mensen weinig gebaren, dan is dat iets waardoor ze net wat lager op dat instrument scoren. Meisjes doen dat dus wel, wat ook maakt dat ze soms niet extreem hoge scores op zo'n instrument hebben, waardoor dat instrument misschien ook net niet zo sensitief is als dat het bij jongens is. Ja, ja. Even nog naar jouw praktijk, dat betere non-verbale gedrag, dat herken jij ook wel? Ja, dat herken ik zeker. Beter in, ja? Ja. Ja hoor, heel veel meiden, die, als ik ze dan in de omgang meemaak, dan doen ze dat stukje eigenlijk heel prima. Oogcontact is vaak tip-top in orde. Het gebaren ook. Het gaat veel meer over die afstemming. Dat is wat heel lastig is. Ja. Ik heb even nog wat andere ervaringen ook op een rij gezet, die eruit gepikt. Misschien een beetje veel, maar misschien kun je er een paar uitpakken. Dit stond ook in jullie onderzoek. Risico op negatieve seksuele ervaringen bijvoorbeeld. Als ik die er even uitlicht. Ja. Ja. Denk aan loverboys bijvoorbeeld. Ja. Daar gevoelig voor zijn. Ja, hè, dat, waar we het net al over hadden. Als je zo graag goed wil liggen en je merkt dat als jij meegaat in flirt gedrag, dat je dan leuk gevonden wordt, dan ben je natuurlijk ook kwetsbaar. Dat je misschien daar verder in meegaat, omdat je eigenlijk zelf wil, in de hoop dat je
leuk gevonden wordt. Dus er zijn ook interventies die juist zich daarop richten om meisjes erop bewust te maken. Van denk goed na of wat je zelf wil en wees niet te erg bezig met wat de ander van je wil. Ja, Ja, hoeveel meiden zeggen, ja, ik wil ook gewoon een vriendje. En dat snap ik. Hè. Als je in puberleeftijd bent, dan wil je dat ook graag. Want ja, mijn vriendinnen hebben dat ook. Maar ja, dat dan maakt dat je verder gaat dan je zou willen. Bijvoorbeeld door wel een foto te sturen van jezelf zonder shirt. Omdat je dat doel zo graag wil bereiken. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Ja. Nou, we vliegen er doorheen, zie ik. Dus ik wilde graag naar het laatste fragment van Edwine. En ik moet even op mijn papiertje kijken, want in dat laatste fragment stellen we daar onder andere de vraag, had je de diagnose autisme eerder willen hebben? Ik herken het wel dat autisme bij meisjes minder snel wordt gezien. Dat is namelijk, daar ben ik ook mee geconfronteerd als ik tegen mensen zeg van, goh, ik heb autisme. Dan krijg ik meestal de reactie, ja, nee, jij niet. Dan zeg ik, hoezo jij niet? Nou, dat zie je niet. Ja, maar je hoeft het ook niet altijd te kunnen zien. En bij jongens uit het zich eerder fysiek bijvoorbeeld, of toch al wel duidelijker en op sociaal vlak, dan dat het bij meisjes doet. En ik denk dat daarom mensen ook vaak bij mij denken, nee, joh, je hebt helemaal geen autisme. Ik had heel graag de diagnose autisme eerder willen hebben. Dan had ik wat meer inzicht gehad in wie ik ben en hoe ik in elkaar zit. En dan had ik denk ik ook wat meer begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen vanuit school of de gemeente of net wat. Nu heb ik het in principe in mijn eentje moeten doen. En dat is echt heel zwaar. En zeker als je dan autisme hebt en al depressief bent, ja, dan ga je daar gewoon aan ten onder, zeg maar. Als je kijkt naar je gemiddelde stemming, hoe is die dan nu door de dagen heen? Nu is die echt goed. Ik zit op een nieuwe school. Ik zit op Ares. Dat was eerst Groenhorst en Barneveld. En ik mag elke dag met dieren werken. Nou, en ik moet al meteen lachen. Ik word er zo ontzettend blij van. Ja, dat is echt wat me ook echt uit de put gehaald heeft. Ze zijn zo ongecompliceerd. Ze zijn gewoon, je weet wat je kan verwachten. En zelfs al doen ze onverwachte dingen, dan zijn er toch al tekenen voor. En het is altijd hetzelfde. Je kan gewoon kijken naar een dier en dan weet je hoe het zich voelt. En dan weet je waar die mee bezig is. Als die op zijn etensbak zit, nou, dan is die aan het eten. Dan is hij niet aan het huilen dat hij net 2 kilo is aangekomen of zo. Zou je anders willen zijn? Niet meer. Nee, ik ben blij met wie ik ben. Ja, dat was Edwine, het derde fragment. Ik begin even met jou. Wat viel jou op? Nou ja, je ziet dus ook die liefde voor dieren waar we het eerder al over hadden. Dus dat is heel mooi om te zien dat ze daar ook zo'n haar doel in vindt in het leven. Dieren zijn voorspelbaar, hè? Ja, lekker. Precies. Heerlijk. Ja, en zo puur. Ze hebben nooit een verborgen agenda. Nee. Ze zeggen niet dingen die ze eigenlijk niet menen. Geen ambiguë signalen. Heerlijk. Ja. Ja. Ik hou er ook van. Heeft jouw dochter ook passie voor dieren? Grote dieren wel. Dus zij is bijvoorbeeld groot fan van olifanten. En op het moment dat ze bij olifanten in de gaat buurt is... Gaat moeilijk in huis, hè? Ja, maar goed, dat kan je dan op andere manieren wel opzoeken. Maar insecten bijvoorbeeld, die zijn ongelooflijk onvoorspelbaar. En komen uit hoekjes en kiertjes en gaatjes. En daar is juist weer een enorme angst voor. Ja, ja. Hoe belangrijk is dat nou, die vroegtijdige onderkenning van autisme? Nou, het wordt natuurlijk heel belangrijk gevonden en dat is het ook. Ik heb wel altijd in mijn hoofd van het moet vooral belangrijk zijn voor de mensen met autisme zelf en voor hun omgeving. Het moet niet zijn, mijn doel is niet dat zoveel mensen die diagnose krijgen. Nee, het moet helpend zijn. Het moet helpend zijn, ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Hoe was dat bij jouw dochter bijvoorbeeld? Nou ja, het was enerzijds was het een opluchting, want je komt er dan achter dat het, hoe het in elkaar steekt en hoe je haar het beste kunt helpen. En anderzijds is het ook ingewikkeld, want mensen hebben voordelen over autisme en helaas nog steeds een heel gestigmatiseerd beeld. Oh, heeft ze autisme? Nou, dan zal ze wel. En dan komt er weer een reeks aan stigma's waar je niet zo heel blij van wordt. Nee. Maar hoe erg is het nou dat een groot aantal meisjes de diagnose nu niet krijgt? Of we hebben het over het missen van de diagnose. Hoe erg is dat? Nou ja, wat Liebien eigenlijk ook aangeeft, is dat ze zelf graag wat eerder wat begeleiding had willen hebben met bepaalde... in de ontwikkeling krijg je allerlei uitdagingen op je pad. De overgang naar het voortgezet onderwijs, die noemt zij dan niet. Maar zo zijn er natuurlijk een aantal grote levensgebeurtenissen. En ik kan me voorstellen dat het dan
heel fijn kan zijn dat je begeleiding krijgt. En helaas is ons zorgstelsel zo georganiseerd dat je die begeleiding eigenlijk pas krijgt op het moment dat je een diagnose hebt. Ja. Dus ja, dan heb je echt de lusten van die diagnose. Ja. Maar wat Evelien net al schetst, ja, daar kun je ook de lasten van hebben. Ja. Nou, het wordt natuurlijk nog veel schadelijker, denk ik, als je de verkeerde diagnose krijgt. Ja. Ja. Dan ga je dat zelfbeeld daarop baseren. Het lijkt me helemaal niet gezond. Nee, dus ook voor de vorming van je identiteit. Ja. En je ziet ook bij Lidwine, er valt echt iets op zijn plek op het moment dat ze zich ergens in kan herkennen. Ja. En dan kan je ook berusten van dit zijn mijn krachten, dit zijn mijn zwaktes. Daar kan ik in geholpen worden. Dat geeft natuurlijk ook een hoop rust, waardoor je ook weer verder kan komen in je ontwikkeling. Ja, maar ik ben in lust de lasten van een diagnose. Hè. Het heeft altijd twee kanten. Hè. Aan de ene kant wil je liever dat stempeltje niet, maar je wil wel geholpen worden. Ja. Het blijft een lastig dilemma. Het blijft een lastig dilemma. En soms denk ik wel eens, kunnen we met z'n allen niet gewoon wat verdraagzamer zijn? Ja. Ja. Want accepteert jouw dochter de diagnose? Thuis wel. Als zij in een veilige omgeving is waar zij gewoon mag zijn wie ze is, dan heeft ze er helemaal geen moeite mee. Maar je merkt dat op het moment dat zij in situaties is waar er oordeel is op dat autisme, dat ze dan toch echt ontzettend haar best doet om zo niet autistisch mogelijk over te komen. Ja. Kan je nou heel kort samenvatten van wat zijn nou de rode vlaggen? Waar moet je nou, er zitten genoeg mensen te kijken vanavond, die misschien ook denken van mijn dochter, ik heb wel een vermoeden van, maar wat zijn dan echt rode vlaggen? Ik ga me daar toch niet toe laten verlokken, want ik vind dat dan gaan we hier heel snel een soort stereotype neerzetten en daarmee doe je mensen denk ik tekort. Hmm. Ik denk dus dat vooral, als we het net hebben over wanneer is het een lust en wanneer is het een last, zo'n label, denk ik dat het vooral voor jezelf heel belangrijk is, hoeveel impact heeft het op jouw functioneren als jij of als jouw kind echt vastloopt. Echt en problemen ervaart. Ja, ja en onvoldoende lekker in zijn vel zit, waardoor hij ook niet meer de dingen kan doen die belangrijk zijn voor hem of haar zelf. En ook om in de maatschappij je staande te kunnen houden, dan is het natuurlijk belangrijk om aandacht te hebben. Maar op zich ben ik juist een grote voorstander van neurodiversiteit. Er zijn zoveel mensen en elke karakter heeft zijn voor- en nadelen. Dus ja, ik vind het, we moeten alleen maar aanmoedigen dat je gewoon uniek mag zijn of excentriek mag zijn en dat je dan niet gelijk daar een label op moet plakken. Ja. Maar, ik vind het wel een hele mooie slotwoord eigenlijk hoor. En ik ben het echt zeer met je eens. Als we gewoon met z'n allen wat meer begrip zouden hebben voor elkaar, dan is het misschien ook helemaal niet zo nodig om iedereen in zo'n hokje te duwen. Ja. Ja, het kan richting geven, maar dan ten goede van iemand en niet om er allerlei vooroordelen aan te plakken. Als je autisme hoort, probeer dan vooral te bedenken wat het probleem van iemand is. Probeer daarbij helpend te zijn. Nou, vergeet even dat label dan. Precies. Ja. Ja. We hebben ook aan de mensen gevraagd dat ze vragen mochten stellen en opmerkingen mochten maken via de chat. Dat is ook gebeurd. Dus ik wilde graag nu aandacht voor de vragen. Hoe kan het dat er zo vaak eerst wordt gedacht aan borderline in plaats van autisme? Ligt dat zo dicht bij elkaar? Nou ja, we hebben het er toevallig uitgebreid over gehad. Ja, sommige gedragingen lijken in de oppervlakte wel op elkaar. Maar als je onder water gaat duiken, dan is het vertrekpunt vaak heel anders. En zullen meisjes met autisme veel meer gewoon behoefte hebben aan verduidelijking en uitleg en ondertiteling, zoals ik dat altijd noem. En dat is voor mij het grote verschil. Maar in de oppervlakte kan het er soms wel een beetje hetzelfde uitzien. Ja. En het is denk ik ook de verklaring die mensen geven. Als iemand een beetje sociaal onaangepast gedrag vertoont en je hebt het idee dat diegene dat moedwillig doet en eigenlijk een beetje iemand anders probeert te manipuleren, dan wordt het vaak in de persoonlijkheidsstoornissenhoek gezocht. Terwijl als iemand dat echt per ongeluk doet en geen idee heeft dat hij de plank mislaat, dan wordt het natuurlijk meer in de autismehoek. Ja. Dus het zit hem ook in hoe andere mensen het gedrag interpreteren. Ja. Welk label ze daaraan koppelen. Wanneer ik als ouder een vermoeden heb dat mijn dochtertje kenmerken heeft van autisme, wat moet ik dan doen? Ja, het is, als het een probleem is, als je kind echt vastloopt, dan zou ik hulp zoeken. En dan is de eerste stap naar de huisarts gaan om een doorverwijzing te vragen. Ja. Maar pas als het echt een probleem is. Ja, gaat het over school. En hoe kan een leerkracht omgaan met beperkingen of juist de talenten van een meisje met autisme? Dat gaat alweer een stap verder. Moet je het eerst al gezien hebben, bij wijze van spreken. Ja, ik zou zeggen, leerkracht, verdiep je erin. Ja. En het is heel mooi om te zien dat daar ook de afgelopen jaren
echt heel veel energie naartoe is gegaan. Dus websites waarop leerkrachten heel veel informatie kunnen opzoeken. Ook in een voor hun, in hun vakjargon beschreven taal. Dus daar is inderdaad echt een heel scala aan websites waar leerkrachten zich op kunnen richten. Ja. Onder andere van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ja. Gaan meisjes met autisme liever met normale meiden om? Of hebben ze meestal liever meiden met autisme-kenmerken? Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde vraag. Ik denk dat het niet zozeer te maken heeft met of je wel of geen autisme hebt. Ik denk dat meisjes met autisme, net als iedereen, gewoon heel graag omgaan met mensen die ze nemen zoals ze zijn. Ja. En die gedeelde interesses met ze hebben. De basis voor een goede vriendschap is dat je samen iets heel interessant vindt. Ja. En als je dus toevallig een meisje met autisme treft die net zo intens geïnteresseerd is in paarden als jij, dan is het natuurlijk een prachtige basis voor een vriendschap. Ja. Maar ja, als die een hele diepe interesse in vrachtwagens heeft, ja, dan is het geen match. En dan ben je misschien liever vriendinnen met een meisje. We hoorden Litwine zeggen in een van die reportages, een van die fragmenten, dat ze geen meisje was, maar liever met jongens optrokken. Ja. Nou, dat kan natuurlijk ook als je daar beter bij thuis voelt. Ja. Precies. Dus, waaraan merkt een meisje met autisme aan zichzelf dat ze anders is dan een meisje zonder autisme? Want dat is natuurlijk wel de wezenlijke vraag ook, hè, waar meisjes mee worstelen. Ik voel me anders, wat is dat dan? Ja, ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden, maar als ik hem vanuit het perspectief van mijn dochter zou beantwoorden, dan denk ik wel dat zij zou zeggen, ik zie dingen gewoon anders. Ik beleef dingen anders. En voor mij is dat normaal. Maar als ik om me heen kijk, denk ik, schijnbaar doen zij dat op een andere manier. En ja, dat. Dat is een proces waar je dan, dat is niet zomaar even voor jezelf te beantwoorden. Hè? Absoluut niet. Nee. Want dat zag je ook bij Litwine. Die had dat ook heel sterk. Ze voelde zich, een ander fragment wat er niet in zat, ze voelde zich echt een alien, zegt ze. Ja. Ze voelde zich van een andere planeet soms. Ja. Ja. Terwijl ze uiterlijk natuurlijk volledig op de andere kinderen lijkt, hè? Ja, en dat is ook misschien waarom zo'n diagnose bij vrouwen pas wat later gesteld wordt. Omdat je natuurlijk ook een bepaalde leeftijd moet hebben om zo op jezelf te reflecteren en daar zo bij stil te staan. Ja, nog even, maar dat is een inkopper voor jou, denk ik. Klopt het dat onderzoek van autisme of na autisme meer gericht is op jongens? Oorspronkelijk dus wel, maar ik moet zeggen dat daar dus echt, echt een enorme oplift in zit. Dus er is de afgelopen tijd echt enorm veel artikelen waardoor jij mij dus ook weer ergens op kon wijzen, omdat er zo ontzettend nu veel verschijnt dat het niet meer bij te houden is. Dus zijn we wel bezig met een inhaalrace. En je ziet ook dat er steeds meer subsidies komen voor dit onderwerp. We gaan de schade inhalen. Ja. Nou, even nog een, ik stel hem toch. Is er een ander woord voor autistisch dat prettiger voelt? Oh, en ik begrijp echt waarom die vraag gesteld wordt. Want als je kijkt naar wat autisme van origine betekent, ja, dan gaat dat heel erg over herhaling of zo. En ja, dekt dat de lading. Maar ja, aan de andere kant is autisme is nu een term die iedereen kent. Ja, moet je die dan nog gaan veranderen? Ja. Waar ik het net over had, over neurodiversiteit wordt het dan genoemd. Dus dat iedereen een ander brein heeft en dat iedereen uniek maakt. Dan kan je dus ook hebben over mensen die neurodivergent zijn. En dat vind ik op zich mooier, omdat het meer iets zegt over, ik heb gewoon een ander brein, maar divergent wil niet zeggen verkeerd of zo. Ja. Het is gewoon, het functioneert anders en dat heeft andere voor- en nadelen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen met autisme die termen prettiger vinden. Neurodivergent. Dus die kunnen ze bezigen als ze dat toch graag willen. Ja. Oké, nou, we zijn eigenlijk aan het eind gekomen van de uitzending. Ik wil graag nog even van jou weten, hoe ga je nou hiermee verder? Nou, ik zei net al dat er subsidies voor beschikbaar zijn geweest. De grote ZonMW, die eigenlijk al het gezondheidszorg financiert heeft, is zo vriendelijk geweest om ook een project naar juist het herkennen van autisme bij meisjes en vrouwen te financieren. Dat betekent dat er de komende 5 jaar promotietraject naar dit onderwerp gedaan zal worden. De subsidie is verleend aan Jongs Autisme, dus die in de 3 noordelijke provincies zitten. En zij zullen in samenwerking met mij en de experts in het veld zich daartegen aan gaan bemoeien. Dus op het gebied van onderzoek in ons land hoop ik dat daar de volgende stappen gemaakt kunnen worden. Nou, dan wens ik je veel succes met dat onderzoek. Ik wens je ook heel veel succes in je werk en natuurlijk ook met je dochter. Ja. Bedankt voor de bijdrage. Nou, u bedankt voor het kijken en voor alle reacties die we binnengekregen hebben via de chat en ook via mail en via de social media, dat moet ik erbij zeggen. En we zien u graag terug bij de volgende uitzending.